Wat is de beste zonnecrème? Om dat te weten gebruiken we een nieuwe testmethode die ethischer is dan de huidige ISO-norm. De ISO-methode wordt immers gedaan door proefpersonen bloot te stellen aan intensief kunstlicht. De huid wordt daarbij eigenlijk verbrand. Vandaar de nieuwe methode, die bestraalt de huid van onze proefpersonen veel minder. We brengen een afgemeten hoeveelheid zonnecrème aan en meten de interactie met de huid. Deze methode combineren we met metingen op een ruw kunststofplaatje. Zo kunnen we de zonnebescherming testen zonder dat we de huid van de proefpersonen beschadigen. De zonnebeschermingsfactor SPF, die je op de verpakking aantreft, zegt niets over het vermogen om UVA-straling te blokkeren. SPF gaat enkel over de bescherming tegen UVB. Beide, zowel UVA als UVB, kunnen huidkanker veroorzaken. Maar UVA richt dieper in de huidschade aan en veroorzaakt mee veroudering. Europa adviseert daarom dat de UVA-bescherming tenminste 1/3 is van de UVB-bescherming. Dus meten we die in dezelfde test. Wat is nu de beste zonnecrème? Die vind je bij ons online en in de app.